Eigenlijk is het meeste onderzoek op het gebied van aerodynamica gerelateerd aan de luchtvaart. We zijn een aerospace engineering faculteit. Dus onze groep, onze leerstoel aerodynamica, voert onderzoek uit aan typische stromingen die we in de luchtvaart vinden. En dat betekent dat je over een groot gebied van snelheden kijkt. Maar we kijken ook naar hele verschillende aspecten van vliegtuigen. We kijken naar de stroming om vleugels en om rompen. Maar soms zijn we ook geïnteresseerd in wat een voortstuwingssysteem doet. Kortom, dan moet je eigenlijk naar de details kijken van hoe de stroming zich gedraagt. Voor heel veel mensen altijd een vraag is, er komt een vliegtuig over. En net zoals als ik kijk en dan heel veel mensen omhoog naar dat vliegtuig wat overkomt, dan zien ze twee van die typische lijnen achter dat vliegtuig. Zogenaamde contrails. Nou is dat een grappig gezicht. Je ziet twee lijntjes lopen door de lucht en die vervormen een beetje. Maar die geven een heel mooi inzicht in wat er echt gebeurt achter een vliegtuig. Het is ook heel belangrijk voor de luchtvaart. En ik kan het als volgt illustreren. We hebben sinds enige tijd bouwt Airbus het grootste verkeersvliegtuig ter wereld, de A380. Zeg maar 500 plus passagiers kunnen daarin. Dat vliegtuig is groot, maar is ook heel zwaar. En wat blijkt nou? Als je een vleugel door de lucht heen trekt, als de lucht er langs heen stroomt, dan gaat die draagkracht opwekken, maar die draagkracht die levert ook een nadelig effect op. Dat is namelijk dat er bij de vleugeltip, dat daar wervels ontstaan. En er ontstaan de zogenaamde tipwervels. Nou, die tipwervels die manifesteren zich uiteindelijk op enige afstand achter vliegtuig als twee horizontale tornado's. Zo kun je het eigenlijk zien. Stel je voor dat je als achteropkomend vliegtuig in zo'n horizontale tornado terechtkomt. Dat betekent dat als je recht met de neus induikt, dat zomaar het kan zijn dat de draagkracht aan beide vleugelhelften heel sterk verschilt. En dat vliegtuig gaat draaien, gaat rollen. Dat is in praktijk ook waargenomen. Sterker nog, er zijn vliegtuigen neergestort ten gevolge van dit effect. Ze noemen dat in het Engels een wake vortex encounter. Hoe kun je er nou eigenlijk naar kijken? Als je nou naar die contrails kijkt, dat zijn eigenlijk twee lijnen waarin de water gecondenseerd is. En dat kun je zien omdat een motor die geeft roetdeeltjes in de lucht. Hè, en daar condenseert het water op. Dus je ziet eigenlijk gewoon uiteindelijk de plek van die twee tipwervels. En het grappige is, en heel veel mensen hebben dat nog nooit gedaan, maar als je goed kijkt, een vliegtuig komt over, dan zie je dat die twee lijnen eerst vrijwel parallel zijn. Dat ze op een gegeven moment een slingerbeweging gaan geven, een soort sinusbeweging. En tegen elkaar in. En die sinus is heel duidelijk waarneembaar. En als je nog iets langer wacht, als het vliegtuig al veel verder weg is, dan zie je dat die amplitude van die sinus zo groot wordt dat die twee lijn elkaar gaan raken. En dan gaat het proces voort in de vorm van zogenaamde ringwervels. Als we dat proces van het bereiken van die ringwervelstatus, als we dat eerder kunnen halen, dan is dus energie sneller uit die wervelstroming. En is het dus minder gevaarlijk voor achteropkomend verkeer. Want dat betekent namelijk dat een achteropkomend vliegtuig bij een landing op een vliegveld gewoon dichter achterop zijn voorganger mag landen. Voor elk type vliegtuig, elke categorie, gewichtscategorie, is er een minimale separatieafstand vastgesteld. En voor de A380 ligt die vrij groot. Ik dacht op 6 mijl op dit moment. Dat is niet zo handig als je een tijd moet wachten voordat je achter die A380 naar het vliegveld mag. Dus daar wordt veel onderzoek aan gedaan. En wat blijkt nou? Dat is een heel lastig probleem. Want die wervels, die tornado's, die houden zichzelf ontzettend goed in stand. Er is eigenlijk al 25 jaar, misschien wel 30 jaar onderzoek gedaan om te kijken of je dat nou niet gewoon heel snel kunt oplossen. En dat lukt maar niet. En her en der begint er wat beweging in te komen. En een van de dingen die wij bijvoorbeeld nog vrij recent ontdekt hebben, tijdens een onderzoek in Europees kader, dat als je de buitenste motor van de A380 laat interfereren met de wervel die daar lokaal wordt opgewekt, bij de buitenkant van de klep, daar wordt ook een hele sterke wervel opgewekt, dan krijg je een interactie tussen een wervel en een
en een jet, een straal. En dat kun je een beetje tunen. En wij vinden in onze experimenten dat we daarmee het wervelveld van de A380 zodanig kunnen beïnvloeden dat het lijkt, ik zal voorzichtig zijn, het lijkt dat zelfs het minder gevaarlijk is dan van een ander vliegtuig, tot dan toe de grootste, de Boeing 747.